Jullie hadden vandaag zomerinloop. En wat houdt dat in? En wat voor activiteit waren er te doen? Ja, dat klopt. We hebben ieder jaar aan het eind van het seizoen zeg maar een zomerinloop vanuit de OVA. Dan kunnen leden van de oudere verenigingen binnenlopen bij het Huis van Katoen en Nu. Een kopje koffie drinken, een spelletje doen, elkaar ontmoeten. En deze keer was als extra dat ze een ritje, een tochtje konden maken met het bootje. Dus dat was een heel geanimeerde morgen was het. En een mooie opkomst. Alles natuurlijk strikt onder de maatregelen van het RIVM. Maar het ging goed. We hebben echt een hele mooie morgen gehad. Nou, kijk, het is... Die meneer maakt het kwam. Kijk, die heeft een mooie ijskoebak. Dat kan toch wel niet. Ja, echt. Ja, lukt het. Ja, kijk, ja, bedankt. En u dan? Ja, alsjeblieft. Jullie zijn net met de boot mee geweest, met Koen. Hoe vonden jullie dat? Nou, heel leuk. Heel geweldig. Ja? Het was heel leuk. We waren nog ongeluk onderweg. Halverwege kwam er een plastic zak van Albert Heijn in de motor. Koen moest hem uitzetten, of ik moest hem uitzetten. En Koen moest met de pedal en uit de boot plastic zak uit de schroef halen. Nou, toen konden we pas weer verder. Dus wij zijn toen meteen weer omgekeerd. Het was al te laat. Maar het was wel heel leuk. Ja. Wat is het eerstvolgende wat bij de OVA te doen is? Nou, we zijn nu nog bezig met het zomerprogramma, zeg maar. We hebben vanwege alle maatregelen natuurlijk het programma moeten bijstellen en veranderen. Een heleboel dingen kunnen niet, maar wij kijken naar de dingen die wel kunnen. En zo hebben we volgende week een fietstocht. Volgende week vrijdag gaan we naar een boerderij, onthaasten op de boerderij. Dat is een dagprogramma. En aanstaande maandag is er weer tafelpraat. Dat is praten over Heracles.